vogeltjes, zwemmen in het water. Vogel al de leeuwen, vogel al de raar. Maar deze babygansjes liepen ook over de snelweg. De A7 om precies te zijn. Dankzij de politie hebben ze dit hachelijke avontuur overleefd. Ja, het is natuurlijk een gigantische heldendaad. Dat kunnen wij ontzettend waarderen, de aandacht voor de natuur. Het is heldhaftig ook en mooi om de politie zo in actie te zien in plaats van boeven gansjes vangen. De politie plaatste de beelden van hun reddingsactie online. Dan kan het hier allemaal zijn vrees komen. Ik heb er 4. Een gansje alleen heeft heel veel stress en is vaak ten dode opgeschreven. Dus gelukkig zijn ze met het hele gezin. Wij hebben een kunstmoeder, een warmtelamp. En ja, wij voeden ze met pullenmeel, maar ook met heel veel grassoorten. In het filmpje is ook te zien dat vader en moeder gans direct op de vlucht slaan. Zij hebben zeker geluk gehad en ouders eigenlijk ook. Ouders beginnen waarschijnlijk gewoon weer overnieuw met hun nest. En deze zijn niet geraakt door de auto's, dus perfect. Hebben zij door dat hun ouders er niet meer zijn? Nou, ze hebben natuurlijk stress. Ik hoor dat vaak aan het onrustige gepiep. De eerste dagen moeten ze zich aanpassen. Maar zolang ze elkaar hebben, is hun stresslevel vrij laag. En voor de rest natuurlijk warmte, voedsel. En dan vallen ze vrij snel in slaap. Als alle baby's. Over 2,5 maand, als de gansjes volledig in de veren zitten, hoopt de Bonte Piet weer vrij te laten in het wild.